Oh. Hallo. Hi. Eén keer raden wie ik ben. Obelix. Obelix, hè? Ja. Heel goed. Ja, jongens. Mooi is die, hè? Ja. Oké. Ik ben dus Obelix en dit is dan? Idefix. En wat weet je nog meer? Asterix en Panoramix. Juist. Nee, wat is nou het geval? Wij gaan vandaag naar het Museum van Oudheden in Leiden. Daar hebben ze een tentoonstelling Asterix en de Romeinen. Wat wil nou het geval? 2 weken geleden hebben ze een oproep gedaan aan acteurs om daar naartoe te komen. Om als Asterix en Obelix daar op de foto te gaan met de mensen. Ik heb me aangemeld, dus het was gelijk geregeld. Perfect, hè? Een Obelix hebben we al. We hebben alleen nog nodig een... Asterix. Juist, en dat worden jullie alle 4. Tutola, zijn jullie klaar? Ja. Ja, aantreden nu. Te gek. Hartstikke goed. Dit is Jaap Torenaar. En hij gaat alles vertellen over Asterix en Obelix. Welkom. Asterix, Gallische dorpje. 50 voor Christus. Caesar verovert Europa. Gaat naar Frankrijk. Het lukt niet in dat ene dorpje. Want daar is de toverdrank. Dus ze kunnen als klein dorpje allemaal die Romeinen in de pan hakken. Doen ze graag. Toverdrank. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. De namen Asterix en Obelix moet je misschien wel even weten. Asterix is eigenlijk een sterretje in een tekst bij moeilijk woord. En dan staat er onderaan de pagina een voetnoot. Een asterixje. Nou, Obelix, de slanke Egyptische zuil, hè, de Obelix. Eigenlijk is het een spies waar je vleesstukjes aan braadt. Ja, en daar houdt hij wel van. Evenzwijn of zoiets. Hij heeft altijd honger. Hij eet het liefst de evenzwijn. Behalve als hij verliefd is, dan gaat het er niet zo goed in. En hij heeft natuurlijk 1 beroemde zin. Weet je die? Hij zegt altijd... Rare jongens die... Oh, ja. Dat begon met die Romeinen, met dit gebaar, hè. Ils ont fou, zeg hoe men. Rare jongens, die Romeinen. Tok, tok, tok. Weet je wel? Ja. Prima. Oh, ik vind het allemaal lastig met al die namen. Weten jullie al die namen nog? Oké, jongens. Serieus nu. We gaan zo het museum in. En we moeten natuurlijk leren, doen en bijzonder testen. Mijn naam is François. Ik kom oorspronkelijk uit Frankrijk en daarom praat ik zo. Ja? Helder? Helm op? Ja. En de cameraploeg vandaag is van Man bij het Hond, een programma van de NCV. Dat leidt lekker af. Man bij het Hond kennen jullie wel, hè? Ja. Oké, kom op, let's go. Dat zijn wat een vriend, hè? Bon, il est pas, ik heb hem. Il est fixe, come on. Oh, bonjour. Bonjour. Hallo, François Cousteau. Ja, Peter, hallo. Ik heb een afspraak met Yvonne van den Bergen. Jolande van den Bergen. Ah, Jolande van den Bergen. Zijn de acteurs waar de mensen ja, op de foto... Ja, voor de fotoserie. Berg, berg, berg. Kan dat niet, hè? Kan dat niet. Jolande, Peter hier. Hey, luister, ik heb een afspraak staan hier bij de kassa. Prima. Die fiets. Ja, nee. Prima. Silence. Jolanda komt eraan. Alleen moet even doorlopen naar de archeotheek. Het zit achterin, dan zie je nog meer dingen van Asterix, dat komt wel mooi uit. Helemaal rechtdoor aan het einde van de zaal. Magnifiek, mag ik hier even kijken? Hè? Kijk hier, de grote manier, hè? Fantastisch. Oeh, sorry. Het decor, hè? Très bien, très bien. Had je dat? Jongens, in je rol vanaf nu, hè? Heren, jullie zijn er helemaal klaar voor? Als er mensen met je op de foto willen, geen probleem, oké? Okay? Hey. Jolande! Ja! François! Kijk eens! Zie ik er niet fantastisch uit, hè? Hartstikke goed! Magnifiek, hè? En die Astrid, hè? Ja! Hey, hartstikke leuk dat jullie zijn. Ik zou ook mee. Idefix, ja, er zijn er 4, ja. En Man bij het Hond natuurlijk, en NCRV. Man bij het Hond, ik weet ook niet waarom, maar het programma heet zo, hè? Ja. Fijn dat ze er zijn, ja. Toch niet die hond, hoop ik. No. Hé, hey, jongens. Ik zie 4 Asterixen. Ja. En ik voel me eigenlijk even af. Volgens mij hadden we afgesproken 1 Obelix en 1 Asterix. Natuurlijk, maar luister. Dat klopt, maar ik heb een Asterix voor maandag, voor dinsdag, voor woensdag en voor dinsdag. Anders krijg ik van mijn land met een scroll en met die arbeidsinspectie, hè? Ja, ja. Okay. Vandaar. Dus ik heb ze alle 4 getraind voor die fotoshoot hier in het museum. En ze willen allemaal mee. Zullen we lekker gaan rondkijken dan? Maar misschien ja, dat is ook wel handig dat jullie samen zijn. Idee fix. Allee.
Weten jullie waar we hier zijn? Nog. Nee, zal ik je dat eens even uitleggen? We zijn hier vandaag in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En dat is eigenlijk het landelijke centrum van archeologie. Dus we hebben hier een hele mooie voorwerpen uit een heel groot gebied. Dus ik ga jullie straks meenemen naar achter de poortjes. En dan ga ik jullie de Egyptische afdeling laten zien. Dat is eigenlijk de grootste afdeling van het museum. Ik moet nog even naar een vergadering, maar ik kom straks bij jullie langs. Oké. Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Tot straks. Ja. Dat is Wim. Wim vindt het leuk om zo even kennis met jullie te maken. Dat is degene die bedacht heeft de fotoactie met het bezoek van jullie. Wow. Dus, en Wim is onze directeur, Wim Bijland. Dus dat is wel leuk om te ontmoeten straks. Ik ga even mijn telefoonnummer afgeven. Dan kan hij ons straks wat makkelijker vinden. We zijn wat makkelijker bereikbaar. Als jullie heel even wachten, kom ze. Dit is het ergste wat ons kan overkomen. Wim, die ken ik van vroeger. Die heeft bij de AVRO gewerkt. Dat is een oud collega van mij. Ja. Hij is nu directeur hier. Nee. Hij mag mij niet zien. Praat met ons. Hij mag mij niet zien, oké? Zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk mooi. Ja? Die kant op, hè? Deze kant op, loop maar mee. Laten we snel gaan dan, hè? Ja. En even bij deze kijken. Hij heel brand soms, hoor. Nou, ik hoor het. Nou, we staan hier voor een klein grafkapelletje. En die is ongeveer 5000 jaar oud. Hey, vind je het leuk om even binnen te kijken? Of... Ja, zeker. Mooi, zus. Oh. Normaal ben ik veel slanker, hè, Jolande. Oké, ik ben binnen. Nou, als we hier binnen staan, dan zeg ik altijd maar welkom in het stripboek. Want als je goed om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk ja, dat er overal plaatjes te zien zijn. En als we naar deze wand kijken, dan kan je ook zien waar dat stripboek een beetje over gaat. Ziet iemand dat? Over boeren. Ja, over boeren, want de meeste Egyptenaren waren boer, heel goed. En boeren zijn eigenlijk de hele tijd alleen maar bezig met het produceren van eten. Hè? Ik zie daar ook een paar runderen bezig. Hè? Ja. Wat zijn die aan het doen? Nou, die zorgen ervoor dat er ook nog eens kalfjes komen op de boerderij. Dus als jullie